Sometimes I feel like the world needs some saving, but I don't know what I can do to change it. I see too many with tears on their faces, looking for love in the most hopeless places. And who, I don't know why it's gonna be like that. Who, I don't know, does it have to be like that? And as life goes on and time moves fast, as we shoot across the night sky, can we make it last and watch the stars turn gold like a treasure chest? As we shoot across the night sky, let us be our best, best. Let us be our best, best. Let us be our. And all this other I'm talking about, the thing that know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life, don't even matter. I know it, I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. See, I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious. Ain't nobody care about a mine. And who, I don't know why it's gonna be like that. And who, I don't know, does it have to be like that? And as life goes on and time moves fast, as we shoot across the night sky, can we make it last? And watch the stars turn gold like a treasure chest. Oh, as we shoot across the night sky, let us be our best, best. Let us be our best, best. Oh, let us be our best. Let us be our, let us be our best. Wow, Jori. Supermooi. Ik zie iedereen applaudisseren. Heel dank erg je. Mooi. Ik ben er helemaal stil van. Supermooi gedaan. Heel knap. Je eerste huiskamerconcert, digitaal. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. En jullie ook ontzettend bedankt, Lodewijk, ook voor al je inzet in de culturele sector. Dat much appreciated. Veel sterkte de komende tijd. En hopelijk kunnen we je snel een keer live in het echt zien. Zou ik heel leuk vinden. Ik mis toch dat ik jullie hoor, zo'n beetje. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja. Doei. Oké. Okay. We zijn inmiddels ook live te zien op de Facebook van de Partij van de Arbeid. Dus mocht je vrienden hebben die het misschien wel interessant vinden, stuur ze dan vooral even een berichtje. Ik ga me nog één keer voorstellen voor de mensen die net zijn gaan kijken. Mijn naam is Mikael Tsegay. Ik ben raadslid in Den Haag. En ik ga dit huiskamergesprek aan elkaar praten. We beginnen even met nog een keer kijken of Lodewijk er is. Volgens mij is Lodewijk er. Hi, hi Mikael. Hey Lodewijk, hoe is het? Goed. Ja? Ja. Ben je nog... ik zag laatst een hele leuke foto van jou op Insta voorbij komen. Dat je aan het bellen was, volgens mij in een kinderbed. Is, ja. Is dat nu voorbij, nu je kinderen weer naar school zijn? Nou, de kinderen zijn natuurlijk... De helft van de tijd naar school. Ja, deze foto. Ja. Dus vandaag waren ze allemaal weer thuis. Dus was het thuis al heel erg druk. En ik ben dan op degene die op zoek moet naar een rustige plek. Want mijn vrouw die belt ook voor haar werk de hele dag. En die kinderen die proberen geïrriteerd door ons gebel hun huiswerk te doen. Ah, oh, arme jongens. Het zijn allemaal jongens, toch? Ja. Ja, het zijn drie jongens. Nou ja. Net als Jori mis ik wel een beetje het echte contact. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar wel fijn in ieder geval voor de kinderen dat ze weer de helft van de tijd naar school kunnen. Dat kan ik me in ieder geval voorstellen. Ja. Nou, in ieder geval fijn dat je er bent. Je hebt een essay geschreven over hoe we uit de coronacrisis komen. En daarom doen we deze huiskamergesprekken. Om daar verder over te praten. Dat gaan we vanavond doen met best wel een aantal gasten. En ik heb er heel veel zin in, want het zijn hele toffe gasten. Allereerst hebben we Shaila Sitalsingh. Zij is columniste in de Volkskrant en econoom.
Dan hebben we straks, gaat Aafke Romein iets aan ons voordragen. Aafke is schrijver, singer-songwriter en heeft recent een dichtbundel geschreven met de titel Leegstand. Daarna gaan we even naar de vakbond, naar Bas van Weegberg. Die is voorzitter van Young & United. En we gaan zo nog verder daarover hebben wat dat is. En Han Busker, voorzitter van de FNV. En last but not least hebben we ook nog Koen Teulings. En die is hoogleraar economie. En met hem gaan we verder praten over ook economische issues in Europa. Maar voordat we naar de gasten gaan, wil ik ook nog heel even met jullie even de thermometer in het publiek steken, om het maar even zo te zeggen. En dat gaan we doen aan de hand van een aantal stellingen. Nou, we doen dat met petje op, petje af, maar ik kan me voorstellen dat je niet toevallig een petje naast je hebt liggen, ik in ieder geval niet. Dus ik ga zo, of zometeen zijn de stellingen in beeld te zien. En die gaan we stelling voor stelling af. En als je het ermee eens bent, dan steek je duim op. Ligt best wel voor de hand. Maar... En als je het ermee oneens bent, dan doe je duim omlaag. Oké? Okay? Is iedereen het begrepen? Oké. Okay. En ik zie niet alle 35 deelnemers voor me. Maar ik ga mijn best doen om toch een representatieve schatting te maken van wat de uitslag is. Oké, de eerste stelling. Meteen ik verwacht een eerlijk antwoord hierop. Ik vind het moeilijk om me te houden aan alle lockdownregels. Ben je het eens, steek dan je duim op. Ben je het oneens, doe dan je duim naar beneden. Ik ben het daar wel mee eens. Zie Jori, Lodewijk ook eens? Oké. Okay. Julian, kan je heel even de presentatie uitzetten zodat ik iedereen kan zien? Yes, super. Even kijken, laat even zien. Ah ja, ik zie dat iedereen het er mee eens is. Lodewijk, wat vind jij het moeilijkste? Waarom vind jij het zo moeilijk om je aan die regels te houden? Of wat vind je het moeilijkste? Nou, je vergeet het gewoon weer na een poosje. Tenminste, dat heb ik. Dan ga je toch weer stiekem te dicht bij mensen staan, omdat je even wil kletsen of omdat dat gezellig is. Mijn kinderen zijn er dan heel streng op. Die roepen 1,5 meter! Maar ik vind het lastig. Ja, maar jouw kinderen die hebben vast ook dat nummer van Poké geluisterd. Ja, toch? Dat, ja, die zijn groot fan van Nederlandse hip-hop, heb ik wel eens. Kom hier maar Aura, bitch, hoor ik ook vaak, ja. Ik hoop dat ze iets aardig voor je zijn. Oké, we gaan door met de volgende stelling. Stelling nummer 2. Julian, kan die weer in beeld? Oké, de tweede stelling is: ik heb vertrouwen in de toekomst. Nee, de nabije toekomst of de verre toekomst, ja of nee? Duimpje op als je het ermee eens bent. Nou, sommige mensen twijfelen een beetje, zie ik. Oké, even kijken. Ik zie iemand die 1 duim omhoog heeft en 1 duim omlaag. Maar ik zie de naam niet. Kun jij misschien even je microfoon aanzetten? Ik denk dat ik dat ben, Ellen de Paske. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het gewoon een beetje lastig. Ik bedoel, ik merk nu dat het echt heel erg lastig wordt om je inderdaad ook aan die regels te houden. En ik doe het wel, maar het voelt gewoon niet meer fijn. Ja. Nou, en als je hoort dat bedrijven mensen moeten gaan ontslaan. Dus vertrouwen in de toekomst, misschien voor mezelf valt het nog wel mee. Maar voor mijn kinderen en de verdere generaties, ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En daar gaan we het straks ook over hebben met Bas. Die is 23 jaar oud en voorzitter van Young & United. Dus daar gaan we het zo nog over hebben. Komen we straks op terug. Dankjewel, Ellen. Oké, dan hebben we nog 1 stelling. De laatste, stelling nummer 3. En Julian gaat hem weer in beeld brengen. En die stelling luidt als volgt. Als bedrijven steun ontvangen voor de overheid, ik denk van de overheid, mogen ze geen mensen ontslaan of bonussen uitkeren. Dus als je als bedrijf steun krijgt, mag je geen mensen ontslaan of bonussen uitkeren. Ben je het daarmee eens of oneens? Oh, ik zie 1 iemand die het ermee oneens is. Even, oh, 2 mensen zelfs. Even kijken. Wacht even hoor, ik probeer te kijken. Ik zie een meneer die zijn naam niet heeft, onbekend. Kunt u misschien uw microfoon even aanzetten? Mijn naam is Koen Teulings. Dus dat kom je aan. Oh, u was Koen Teulings, oh, sorry. Excuses. Ik zie u niet super goed in my defense. Excuses. Gaat ook wel zo mis. Nee, dus. Kijk, nou, we zullen straks ongetwijfeld wat meer opkomen. De coronacrisis zal gewoon
Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ook mm-hmm. omdat ik denk dat Nederland kan dit heel goed aan. Mensen reageren heel schrikachtig. 100 miljard klinkt heel eng. Dus er is heel veel reden om te denken dat Nederland dit goed aan kan. Maar tegelijkertijd zullen er sommige bedrijven die nu nog kunnen functioneren, straks in een 1,5 meter economie, en die zal nog wel een tijdje bij ons blijven, toch het moeilijker krijgen. En dan moeten mensen op een gegeven moment naar een andere baan toe. Hoe ingewikkeld en vervelend dat ook is. Dus dat kun je niet eeuwig tegenhouden. Helder. Dank u. Komen zo nog bij u terug, meneer Teulings. Ik ga gauw verder. Er zijn natuurlijk veel mensen die nu hun baan verliezen. Hè? We hadden het er net al even over. En daar gaan we het zo ook verder over hebben met Sheila. Sheila, kun je even de microfoon aanzetten? Ja. Yes, super. Nou, Lodewijk heeft het essay geschreven. En organiseert daarom ook deze huiskamergesprekken. Lodewijk, wat is het belangrijkste punt wat je met het essay hebt willen maken voor de mensen die het nog niet gelezen hebben? Nou, het belangrijkste is dat iedereen kijkt nu heel erg naar de gezondheidscrisis. Dat was in ieder geval toen ik het aan het schrijven was zo. En je weet dat er daarna komt die economische crisis waar Koen het al even over had. Mm-hmm. Maar ik ben heel erg bezorgd dat als we niet oppassen, dat er ook een enorme sociale crisis uit voortkomt met grotere ongelijkheid. Omdat je ziet dat zowel het virus als de economische reactie op mensen ongelijk raken. Als je al slechter ervoor stond, dan heb je meer risico om ziek te worden. Omdat je werk doet waardoor die kans groter is. Maar je hebt ook meer risico om je inkomen kwijt te raken, je baan kwijt te raken. En ik denk dat als we zeg maar doen alsof het verder, als er verder niet zoveel aan de hand is en we gewoon weer overgaan tot de orde van de dag, dat heel slecht zou zijn. Dus dat essay probeer ik gewoon een paar gedachten te ontwikkelen van wat zou je eigenlijk nu al moeten doen, of waar zou je het over moeten hebben, om dat te voorkomen. Ja, duidelijk. En Sheila, wat vond jij van het essay? Ik vond het een mooi verhaal. En aanhakend op die ongelijkheid, dat is denk ik waar. Dat, je ziet het in de VS met name nu ook gebeuren. Dat zowel corona mensen in kwetsbare posities harder raakt. Dus zowel corona, maar ook de inkomens harder omlaag gaan. En wat, waar ik me erg zorgen over heb gemaakt de afgelopen maand is kinderen die thuis zaten. Mijn kinderen zaten thuis en die kregen perfect thuisonderwijs. Of nou ja, perfect. We konden het uitleggen en we konden het enigszins aan. Maar er waren ook kinderen in de klas van mijn jongste bijvoorbeeld die we kwijt waren. Die hebben gewoon een maand lang eigenlijk geen lessen gevolgd. Die zijn er thuis in begeleid. En die lopen een achterstand op die, waar ze nog heel lang heel veel last van gaan hebben. Dus dat zijn van die tweede orde, derde orde effecten die we pas op veel langere termijn gaan zien. Ongelijkheden in het onderwijs. Die, nou ja, nu gaan kinderen weer naar school. Maar het is nog steeds niet halleluja, want ze gaan bij ons 2 dagen per week in halve klasjes. Dus ze lopen achterstanden op die mijn kinderen prima weer kunnen inhalen. Maar die kinderen die al in een wat zwakkere positie zaten en thuis niet de mogelijkheid hebben om bijgespijkerd te worden, raken nog iets verder op achterstand. En dat zijn dingen die we over 10 jaar gaan zien of over 5 jaar. Dus er zitten allerlei venijnige aspecten aan zo'n lockdown die je niet meteen ziet. Ja, inderdaad. En is het nou zo dat je dan zegt van nou, nu is het moment om straks na die lockdown de onderwijsachterstanden helemaal recht te trekken, bijspijkeren, zomerscholen, zodat we dat definitief achter ons kunnen laten? Of heb je iets anders waarvan je zegt, nou, dit moeten we echt na de coronacrisis helemaal achter ons laten als samenleving? Ja, het is natuurlijk verleidelijk om in zo'n crisis te zeggen, weet je, nu gaan we alles helemaal verbouwen. Maar ik denk dat we de komende maanden vooral bezig gaan zijn met redden wat er te redden valt. En dat er van verbouwen en van hele nieuwe inzichten en vergezichten nu nog niet zo heel veel terecht zal komen. We gaan in een recessie duiken of we zitten er al, hè, we komen er al. Dus ik denk dat het voorlopig vooral zal neerkomen op inkomenssteun, op mensen begeleiden naar nieuw soort werk. Mensen die langduriger niet hun werk zullen doen of niet het werk zullen doen wat ze gewoon zijn te doen. En ik denk dat we zo druk bezig zullen zijn met dat allemaal opdweilen, dat er van enorme structuurveranderingen niet zoveel
terecht zal komen, denk ik. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We gaan het er zo nog verder even over hebben. Ik wilde heel even naar iemand ook vanuit het publiek. Want we hadden het net al even over dat veel mensen nu hun baan kwijtraken. En daardoor loopt de armoede in Nederland eigenlijk op. En Sandra Doevedans, jij schreef ons. Je werkt zelf in de sociale sector en je hebt ook ervaring met schuldenproblematiek. Sandra, ben je er al? Ja hoor, ik ben er. Ja, super. Oké. Welke gevolgen zie jij nu al in je werk van de coronacrisis? Nou ja, wat je ziet is dat ik werk bij gemeenten en ik werk vooral met statushouders. Maar ik zie mijn collega's, die werken natuurlijk ook met niet-statushouders. Dat mensen die in de bijstand zaten en al trainingen bijvoorbeeld volgen en helemaal vol enthousiasme met sollicitatietraining en empowerment naar die arbeidsmarkt willen. Dat eigenlijk die arbeidsmarkt natuurlijk nu ook dicht is. Er is geen sollicitatiegesprekken gaan al anders. Maar zeker als we kijken naar lage schotwerk, is er veel minder werk nu voor mensen. Mm-hmm. Er is eigenlijk, ik zit dan vooral in Zuid-Holland, daar zie je dat er eigenlijk alleen nog maar werk is in het groen. Dat is best wel fysiek zwaar werk, wat voor een hele grote groep ook niet te doen is. Als we kijken bijvoorbeeld naar de statushouder waar ik veel mee werk, die dus naast het vinden van werk, wat natuurlijk ook gewoon helpt om de taal te leren, ook niet naar hun taallessen kunnen. Dus ook moeite hebben bij, dat moeten ze dan met een computer doen. Is die computer er? Jelle zei het net al, er zijn ook kinderen die niet de mogelijkheden hebben. Dus die kinderen lopen ook een taalachterstand op. En je ziet dat er gewoon veel minder werk is voor die mensen om te vinden. Ja. Wat ook wel weer zorgt, als we dan een link leggen naar schuldenproblematiek. Mensen die een baan kwijtraken, nu dat ze bijvoorbeeld in de horeca werkten of een flexibel contract hebben. Je hebt misschien een beetje spaargeld, maar ik hoor nu ook signalen om mij heen van mensen die in de schulden raken. Door een buffer heen zijn. Ja, die zijn door een buffer heen. Okay. Dan loop je natuurlijk met die onzekerheid natuurlijk de grote, dat geeft financiële stress. En dus ook, als we kijken naar de lagen omheen, thuis heel veel stress. Want je zit ook nog eens met elkaar in één huis op elkaars lippen. Oké, helder. Dankjewel, Sandra. Lodewijk, wat denk jij als je dit hoort? Sorry, even de microfoon vinden. Ja. Het zijn natuurlijk, Shaila die heeft het over die kinderen die uit beeld zijn of achterkomen. En Sandra heeft het over mensen die nu acuut in de problemen komen, geen kans hebben op werk. Het zijn, vind ik, de twee kanten van dezelfde medaille. En dat is nu al. Terwijl we zijn eigenlijk nog best wel aan het begin van de economische gevolgen. Dus heel veel nog overeind gehouden met die eerste stempakket. Ik ben er onwijs bezorgd over. Ik denk ook dat je dat je eigenlijk nu moet afspreken dat je op lange termijn mensen erbij probeert te houden. Dus dat je het hele komende schooljaar aandacht en geld en middelen moet uittrekken om te zorgen dat kinderen niet achterkomen. Die leraar heeft het ook al best wel zwaar, dus er zal echt meer voor nodig zijn. En ik denk dat we ook moeten kijken naar wat voor werk er wel kan worden gecreëerd. Ook in de periode dat we nog zo vol in de crisis zitten. Maar ik vind allebei twee hele herkenbare, maar ook wel erge voorbeelden van hoe het mensen raakt. Ja. Oké. Dankjewel, Sandra, voor je input ook. Yes. Shaila, ik ga weer even terug naar jou. Want een van de dingen waar we het vandaag over hebben is solidariteit. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen werknemers en bedrijven, ZZP'ers en bedrijven. En jij hebt daar een column over geschreven. En waar je boos over maakte in een van die columns was de grote afwentelaars en doorschuivers. Toch? Ja. Wat bedoelde je daar precies mee? Ja, nou ja, wat je zag op een gegeven moment is, ja, iedereen raakt natuurlijk in de problemen als je iedereen in één kilo op hun huis opsluit en alle consumptie stopt. En wat je zag was dat bedrijven die bijvoorbeeld in handen waren van durfkapitalisten, een bedrijf als Booking dat heel goed heeft gebruik gemaakt van het Nederlandse belastingstelsel, dat soort bedrijven heel snel vooraan stonden om de hand op te houden. Nou ja, goed, daar zijn die regelingen voor bedoeld, kun je zeggen. Maar wat je bijvoorbeeld ook zag, was dat een bedrijf als Hunkemöller, wat ook in handen is van durfkapitaal, meteen eenzijdig de huur opzij. Nou, we gaan even met huur betalen. Dus dat je meteen zoekt naar de zwakste schakel in die hele keten en dat je daar
al je sores op afwentelt. Je zag het ook bij textielboeren die meteen in orders in Bangladesh hebben gecanceld. Gewoon terug zijn gekomen op contracten. Dus je zoekt de grootste mond, die wint dan in zo'n geval. Ja. En dan je, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Tegelijkertijd. En denk je dan, dat je onderbreekt, maar denk je dan als je dat ziet, KLM en Booking die dan zo snel steun vragen, hand ophouden zoals jij het zegt, tegenover MKB'ers en zelfstandigen, zeg je dan nou MKB'ers eerst, zelfstandigen eerst? Of hoe kijk je daar tegenaan als je die twee dingen tegenover elkaar zet? Ja, nee, kijk, want dat wil ik zeggen, tegelijkertijd was dat eerste steunpakket met die NOW was ook bedoeld natuurlijk om banen te redden. En KLM heeft 30.000 gezinnen van. Dus het is logisch dat je daar natuurlijk in eerste instantie voor zorgt dat door kan gaan. Dat die mensen niet meteen op straat komen te staan. Waar je wel vraagtekens bij kunt zetten is in tweede instantie. Voor KLM komt er nu een heel groot reddingspakket, 2 tot 4 miljard misschien wel. Nou ja, daar kun je al die 30.000 gezinnen gewoon ook een lekker inkomen van geven en zeggen, we sluiten KLM. Nee, we sluiten KLM niet, want KLM is cruciaal voor de economie. En ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Er is een hele grote sterke lobby van Nederland Distributieland. Kom niet aan Schiphol, kom niet aan KLM en kom niet aan de Rotterdamse haven. Nou ja, daar kun je een... Daar zou ik nog wel eens een boom over willen opzetten, over hoe belangrijk Nederland Distributieland is en zal blijven in de toekomst, als we door corona misschien niet eens meer zoveel gaan vervoeren en gaan doorschuiven. Dat is iets waarvan je kunt afvragen, in hoeverre is dat nou lobby en in hoeverre is dat nou echt cruciaal economisch belang? En wat is het ons nou echt waard om KLM overeind te houden? Is dat 4 miljard, is het 6 miljard, is het 8, is het 10? Tot hoever gaan we door? Ja. Helder, dankjewel Shaila. Ik ga daar die boom alvast een beetje proberen op te zetten met Han Buster. Han Buster is voorzitter van de FNV. Han, je bent er al? Ik zie jou in beeld, maar ik hoor je nog niet. Ik hoor je niet, je moet even je microfoon aanzetten. Even kijken of het zo beter gaat. De witte balk onderin, daar kun je je microfoon aanzetten. Hij sprong elke keer weg, volgens mij. Yes, super. Op tijd aangedrukt. Ja. Oké, hij doet het. Fijn. Welkom, Han. Ja, dankjewel. Mag ik gewoon Han en jij zeggen? Ja, dat lijkt me wel. Oké. We zitten in de huiskamer, toch? Zeker. Ja, we zitten in de huiskamer, dat is waar. Leuk dat je er bent. Ja. We lazen recent dat minister Koolmees de boete op ontslaan wil laten vallen. Volgens mij zelfs vandaag of gisteren. Wat vind je daarvan? Nou, dat lijkt me een heel slecht plan. Kijk, dit NOW-pakket is bedoeld om banen en inkomen overeind te houden door het ondersteunen van bedrijven. En als je dat doet en je gaat bedrijven ook de mogelijkheid geven om dan nog mensen te ontslaan zonder daar een boete aan te verbinden, dan kennen wij het calculerende gedrag van een heleboel bedrijven. Dan zullen die gaan calculeren en als ze zien dat de route makkelijker is in de richting van het UWV, dan zullen ze dat niet nalaten. Dat zien we nu al in dit pakket, waar ook een boete zit. Dat bedrijven niet aanvragen, omdat ze denken, nou, ik kan de mensen beter rechtstreeks naar het UWV sturen. Kijk, dat is niet de goede ontwikkeling. Dit kabinet heeft gezegd, we willen met dit noodpakket ervoor zorgen dat we banen en inkomen van alle mensen in dit land overeind houden. Dat hebben ze gedaan met een generieke regeling. Daar hebben ze miljarden aan geld in gestopt. En toch zien we dat er heel veel mensen tussen de wal en het schip dreigen te raken. Ik word er eigenlijk nog kwaaier over. Omdat er ook een motie in de Kamer is aangenomen. Breed, volgens mij kwam die bij de PvdA vandaan. Om een vangnet te creëren voor al die mensen die tussen de wal en het schip vallen. Daar hebben we nog niks van gezien. En deze minister zegt gewoon... Ja, jongens, je kan ondersteuning van de staat krijgen.
Maar ja, als je dan toch nodig vindt om mensen te ontslaan, dan vind ik dat prima. Ja, dat lijkt ons niet de weg waarin we dit gezamenlijk met elkaar op een fatsoenlijke manier oplossen. Nee, lijkt mij ook niet. Lodewijk, hoe kijk jij daarnaar? Nou, weet je, het klinkt als iets heel heftigs, een boete als bedrijven mensen willen ontslaan. Maar dat is wel een beetje een kwestie van framing. Als je naar die regeling kijkt, dan kunnen bedrijven eigenlijk ongekend grote sommen van de loonsom terugkrijgen van ons allemaal, van de belastingbetalers. Dus de verpleegkundige die betaalt belasting, daarmee worden de salarissen betaald. Tot 90% en ook tot best hoge salarissen. En er zit nu een regeling in dat als je dan als bedrijf toch iemand ontslaat, dat kan. Dan moet je de subsidie van die persoon terugbetalen plus 50%. Dus dat betekent dat je voor al die andere werknemers iets minder subsidie hebt gekregen. Nou, dat vind ik heel erg gezond. Want je blijft nog steeds een enorme bijdrage die we met z'n allen leveren. En het zorgt wel voor een prikkel voor die bedrijven om daar niet te makkelijk naar te grijpen. En dat is terecht, want met z'n allen leggen we al dat geld daar om die banen te houden. Nou, de werkgevers hebben gezegd, het is een boete en zo kunnen we niet werken. Ik vind dat niet aangetoond, dus ik ben het met Han eens. Ik denk dat je, als je dat nu er te makkelijk afhaalt en je blijft wel die enorme bedragen aan subsidie geven voor de lonen, dan ben ik bang dat we als samenleving heel veel geld betalen en dat je toch heel veel mensen hun werk kwijtraken. Dus dat vind ik iets anders. Het is niet zo dat bedrijven nu mensen niet kunnen ontslaan. Dat gebeurt ook al. Maar het lijkt me wel terecht dat je dan dat zij dat ook voelen in de steun die ze van de overheid krijgen. Ja, ja. Ja, anders krijg je ook nog dat je twee keer achter elkaar natuurlijk. Aan de ene kant ga je ondersteunen. En aan de andere kant komen ze in een uitkeringsinstantie waar we ook weer als samenleving de rekening voor betalen. Ja. Dus dat vind ik ook een hele rare variant. Heel krom. Ja. Je kan een beetje zien, vind ik, wat er dan gebeurt aan Amerika, hè, waar natuurlijk ook hele grote pakketten zijn gemaakt om bedrijven te ondersteunen. Waarbij intussen in 5 weken, nou Koen kan me wel verbeteren als het getal niet klopt, volgens mij al 30 miljoen mensen hun baan kwijt zijn geraakt. En wat zelfs voor Amerikaanse begrippen echt gigantisch is. Ja. Nou, ook dat heeft dan weer een enorm naschok voor de economie. Hè, want die mensen die gaan ook weer minder consumeren, die raken ook hun vertrouwen kwijt. Nog afgezien van wat dat sociaal betekent. Dus ik vind nou juist dat het Nederlands kabinet, wij hebben het gesteund. Er kwam snel een pakket, hartstikke goed. Maar dan nu niet te snel hierin mee moet gaan. En ook niet mee moet gaan in het verhaal dat het onmogelijk is om mensen te ontslaan. Als bedrijven dat nu moeten doen, dan kunnen ze dat doen. Ja, maar moeten we niet, misschien is dit een gekke vraag, hè? Maar met al die mensen die bij KLM werken. Mijn vader werkt trouwens ook bij de KLM. Is het niet super lastig om al die mensen, piloten, beveiligers, stewards, een jaar lang in dienst te houden, terwijl er nauwelijks gevlogen wordt? En wie zegt dat, ja, als er wel een vaccin is, dat er dan wel gevlogen kan worden? Dus moeten we niet ook accepteren dat er toch wat mensen zullen zijn die hun baan gaan verliezen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het niet zo vreemd is dat je nu in dat tweede steunpakket zegt van nou ja, we gaan bedrijven toestaan om mensen te ontslaan. Je moet bedrijven ook in staat stellen om te reorganiseren, om hun businessmodel opnieuw te bekijken, om te bedenken, nou ja, we gaan ook op langere termijn misschien op een hele andere manier moeten werken. Daar horen ander soort werknemers bij, daar hoort ander type werk bij. En dat je ook, en dat is denk ik dan een overheidstaak misschien in dat tweede steunpakket, dat je de mensen voor wie geen plek meer is in die 1,5 meter economie of niet meer op de oude plek die ze gewend waren, dat je die vervolgens helpt via het UWV of op een andere manier aan, oké, wat voor werk kan ik dan nog wel doen? Want ik denk dat we ons wel moeten realiseren. Nou, je zegt het zelf ook al, misschien kan er 1 jaar niet gevlogen worden of 2 jaar niet, je weet het niet. Met veel minder mensen. Maar mag ik daarop reageren? Ik kan die mensen niet eindeloos aan in de NOW houden. Ja. Han, tegen je. Nee, kijk, ik snap het perspectief op de wat langere termijn. Ik heb er in ieder geval een aantal keren aangegeven. Ook in de richting van het kabinet. Kijk, je hebt het hier over de NOW. Het is 8 weken geleden dat daar 3 ministers op een rij stonden en die hadden diepe zakken. En die zeiden, we gaan hier met elkaar doorheen. Vervolgens ben je nu 8 weken verder. En ben je bezig met de verlenging van het noodpakket. Dan moet je dat ook nog een steunpakket laten zijn. Ik zou ervoor pleiten dat je zegt, kijk,
Je kunt ook nog een tweede termijn gebruik maken van dat noodpakket. Maar maak nou een analyse in de sector wat daar gebeurt. Want na de zomer is het geen automatisme dat je weer voor een derde keer in aanmerking komt. En dan zullen we misschien ook wat meer structurele maatregelen moeten gaan nemen. Want iedereen weet dat na deze eerste korte klap er ook een hele stevige recessie zal volgen. Koen gaat daar wat over vertellen. Wij zijn niet blind voor de gevolgen die dat kan hebben. Maar nu al in één keer een hele switch maken. En zeggen van ondersteuning van mensen langs de lijn van de bedrijven naar nee, we gaan de bedrijven steunen. En als je mensen kwijt moet, dan kan dat. Mm-hmm. Dat is wat mij betreft niet uitlegbaar. Dit kabinet had ook kunnen zeggen en gaat wat mij betreft ook nog nadenken over de vraag waarom verlengen we hem niet? En geef je wel een opdracht mee aan bedrijven om een analyse te maken wat er nu staat te gebeuren. He, dat je de eerste pakket denkt, ja, we weten niet hoe lang het duurt. Nou, ondertussen krijgen we wel zicht op, dit is in september nog niet weg. En wat er achter vandaan komt aan economische effecten, die zijn groter dat dan we in maart verwachten. Maar ja. Nu al zeggen, ja, bedrijven, doe je ding. En als het nodig is om te reorganiseren, kan dat ook met steun van de overheid. Dat vind ik wel een hele rare variant. Wacht, daar wat over zeggen. Wat maken, Nico? Oh, eerst Koen. Er gebeuren veel dingen tegelijk. Kijk, Lodewijk, even. Oh, ik denk dat Lodewijk net iets heel verstandigs gezegd heeft. Namelijk, laten we eerst kijken hoe dit zich verhoudt tot Amerika. En dan zijn we blij dat we in Nederland wonen. Ja. Want we hebben hier een verzorgingsstaat. Waar je van alles over kunt zeggen. Die werkt soms beter en soms minder goed. Maar als je ziet hoe snel Amerika terecht is gekomen op werkloosheidscijfers. Die lijken op de grote depressie. Dat is echt beangstigend. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel goed. En ik vind dat het kabinet ook nu eigenlijk heel goed gereageerd heeft. Dat is eigenlijk een oude sociaal-democratische principe zou ik bijna zeggen. Namelijk in een crisis moet je zorgen dat die sociale zekerheid er is voor de mensen die dat nodig hebben. En ik begrijp heel goed wat Han Busker zegt. En ik denk ook dat je, laten we zeggen, in eerste instantie even wat af moet wachten. Maar we zien nu ook dat de crisis wat langer gaat duren. Dus ongetwijfeld, je hebt zelf het voorbeeld van KLM genoemd. KLM zal langer te maken hebben met fors lagere vraag naar vliegen. Yeah. En je kunt niet oneindig doorgaan om personeel maar te laten wachten tot ze weer kunnen gaan vliegen. Dus dan denk ik dat het goed is om zo snel mogelijk toch te zorgen dat mensen met andere dingen aan de slag kunnen. En dan is eigenlijk het bijzondere van de regeling nu dat mensen nu in zekere zin komen in regelingen die veel beter zijn dan de normale werkloosheidsregelingen die je zou hebben buiten de crisis. En ik denk dat dat eigenlijk een hele goede is, dat in feite de overheid onderkend heeft dat dit een crisis is die niemand te verwijten valt, die bovendien voor iedereen volledig onverwacht kwam, of bijna volledig onverwacht kwam. En dat we dan zeggen, nou, dan zijn we riant in de steun aan mensen die op een of andere manier hun baan kwijtraken. CQ aan bedrijven die eigenlijk mensen liever zouden ontslaan, maar ze ook wel een tijdje, laten we zeggen, in de wachtkamer willen houden tot weer de crisis voorbij is. Ja. En daar zit een soort balans tussen. En ik denk dat het toch belangrijk is dat we snel gaan zoeken in die bedrijven die niet meer gewoon open zullen kunnen gaan, dat die snel gaan denken hoe het dan verder moet. Ja, of helder. Dat precies volgende maand, over twee maanden, dat moeten we maar kijken. Ja, dankjewel. Lodewijk, wil je hier als afsluiter van dit blokje nog even op reageren? Want dan gaan we gauw weer door. Ja, nou, even reageerend op jouw vader. Ik heb hem laatst een keer gesproken, die bij KLM. Ja. Wat ik heel erg heb geleerd in die vorige crisis, is dat als je macro kijkt, dan is het heel logisch om te zeggen, nou, wat er nu nodig is scholing, dan gaan mensen ergens anders aan het werk. Alleen ik denk dat het een enorm verschil maakt of je afspraken maakt met bedrijven, dat mensen vanuit hun baan worden omgeschoold en ergens anders een andere baan krijgen, dan als je ze eerst ontslaat en dan zegt, ga je wegvinden, meld je maar bij UWV. Dat is gewoon voor heel veel werknemers, is dat zeker op dit moment onmogelijk. En dat vind ik dan niet goed, begrijp je? Dus ik vind, het is echt niet zo dat bedrijven nu mensen niet kunnen ontslaan met die boeteclausule in de nauw. Het kan ze wel prikkelen om, als ze echt geen werk meer hebben voor mensen, afspraken te maken met sectoren waar wel werk is en mensen dan daarheen te helpen. Dan,
dan bespaar je enorm veel kosten in de economie, maar ook heel veel sociale kosten. En ik denk dat daar, en dan valt er met de Nederlandse vakbond echt wel te praten over dat soort afspraken. En ik ben heel erg beducht, gewoon ook door mijn eigen ervaring, omdat het dan toch niet zo uitpakt, dat als mensen eerst als individu die verantwoordelijkheid krijgen, ga je maar omscholen, je hebt je voucher, ga maar op zoek, dat dan eigenlijk alleen mensen die eigenlijk al bij de bovenste helft horen hun weg daarin vinden en daarin slagen. En anderen heel lang zonder werk zitten. Dus dat is een beetje... Dus iedereen ziet dat bij KLM bijvoorbeeld voorlopig er niet zoveel werk is. Maar dan zou ik met KLM een afspraak maken van wat ga jij dan doen als bedrijf om te zorgen dat mensen ergens aan het werk blijven op een andere plek. Misschien wel in de zorg. Ja. Oké, dankjewel Lodewijk. Oh ja, en mijn vader vond het heel leuk om met jou te spreken. Die heeft het er ook echt nog steeds over. Dus dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. we gaan gauw door. Want we gaan nu spreken met een ZZP'er. Maar Aafke Romeijn is niet alleen ZZP'er. Ze is vooral ook schrijver, zangeres, singer-songwriter. Aafke kan alles, lijkt het wel. En een hele leuke twitteraar trouwens. Aafke, kun je even je microfoon aanzetten? Yes, heb ik. Yes. Jij gaat zo een column, gedicht voordragen. Kun je iets vertellen? En ik heb wel, je hebt daar best wel veel al over verteld op Twitter de afgelopen weken. Maar voor de mensen die jou daar niet over volgen, kun je iets vertellen over hoe deze crisis jou raakt? Ja, nou, ik speel normaal gesproken heel veel live. En ik geef veel lezingen. Ik ben heel veel onderweg. Ik reis veel. Ik vergader veel. Eigenlijk... Ja, is denk ik 80% van wat ik doe is opeens of veranderd of helemaal weggevallen. Mm. En heel concreet, ik heb op de eerste dag van de lockdown zou de presentatie van mijn dichtbundel zijn die uitkwam. En daarna zou ik een tour van 2 weken doen met bijna 20 lezingen. En dat is dus dat is helemaal in het water gevallen, dus dat is al vervelend. En ja, nu komt de festivalzomer eraan die ook wegvalt. En voor muzikanten... Zeker voor popmuzikanten is dat vaak een hele korte periode waarin je heel veel geld verdient. En dat geld investeer je dan weer in het voorbereiden van een nieuwe tour of het opnemen van een plaat. Dus die investeringscapaciteit valt ook volledig weg. Ja. Dus bammer. Ja, heftig hoor. Hey, en sowieso echt super fijn dat je dus wel dan vanavond hier bij ons bent. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd, wat ga je ons zo laten horen of vertellen, voordragen? Ja, ik dacht, ik ga 2 dingen voordragen. Ik ben eigenlijk echt op de eerste dag van de lockdown ben ik meteen gaan schrijven. Gewoon over wat me bezighoudt. Gedichten, korte dagboekfragmenten. Vooral sommige dingen kleur ik online, andere dingen ook weer niet. Daar ga ik 1 gedicht uit voordragen. En ik heb nog een gedicht uit mijn dichtbundel. En dat gedicht schreef ik eigenlijk naar aanleiding van de vorige crisis. Maar is nu opeens weer heel erg actueel. Dus die 2 dingen. Oké. Floor is yours. All right. Nou, het eerste gedicht heet 24 maart 2020. Vandaag liggen schepen onbemand aan de kade. Water klotst tegen de trossen. Iemand staat te roken. De wind waait zonder iemand te vertragen. Alles gaat zijn gang. Behalve ik. Ik wilde opschrijven wat ik vandaag gedaan heb en moest opzoeken welke dag het is. De tijd bestaat alleen nog uit donker en licht. We zijn teruggeduwd in een hoek die we alleen kennen van verhalen. Ik probeer met man en macht te wennen, maar mijn pogingen waaien weg. Dat was het eerste gedicht. Mooi. Applaus. Ik zie iedereen. Applaus is hier. Ja, mooi aan. Het tweede gedicht komt met een plaatje, maar dat kun je natuurlijk heel slecht zien nu. In mijn bundel staat een foto van een... dat is de Schouwburgpromenade in Tilburg. Dat is een heel treurig winkelcentrum dat de vorige crisis niet overleefd heeft. En ik vind dat soort winkelcentra echt heel erg fascinerend. En ik heb daar een gedicht over geschreven over de Schouwburgpromenade en dat heet Leegstand. Gedenken wij heden hen die ons zijn ontvallen... D.A., Max, Halfords, Promes, Bart Smit, Paradigit, Dixons, Veugelen, Jesus, Miss Etam, Free Record Shop, Invito, Actiesport, Schoenenreus, Men at Work, Scheer en Foppen, The Phone House, Supertrash, Gaastra, Kijkshop,
Intertoys, Van Leest, Megapol, Hudson's Bay, Didi, De Harense Smit, EDA, Videoland, Euroland, C1000, Cora Kemperman, Super de Boer, Expo, Dolces, Schlekker en VND. Dat was het. Mooi, dankjewel. Ja, ik moet er eigenlijk een beetje om lachen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar als je het vertelt, moet ik er een beetje om lachen. Maar ja, mooie Aafke, dankjewel. Ja. We gaan gauw verder, want we hebben niet zo heel lang meer de tijd. Maar heel erg bedankt voor je tijd en je mooie gedichten. En ik wens je heel veel succes en sterkte toe ook de komende tijd. Komt goed. Dankjewel. Thanks. Doeg. Ja, we gaan gauw door naar Bas van Weegberg. Bas, ben je er al? Ja, zeker. Ik ben er. Ik ben ook een paar honderd meter verwijderd overigens van die Schouwburgpromenade die Aafke net. Oh, grappig. Grappig, leuk. Oké, jij bent voorzitter van Young & United. Voor de mensen die het niet weten, vertel even kort in een zin, wat is Young & United? Ja, wij zijn de jongere tak van de FNV, dus we organiseren jonge mensen op het gebied van werk en inkomen. Oké. En hoe raakt die coronacrisis jou als individu? Bedoel ik dan nu nog niet helemaal alle jongeren, maar hoe raakt het jou? Als individu gelukkig niet heel erg. Ik moet mijn studie digitaal afronden. Maar goed, als dat het ergste is, dan valt het al mee. Ik zie wel in mijn naaste omgeving. Mijn vader is buschauffeur. Die heeft recent een collega moeten begraven. Mijn moeder is verpleegkundige. Die werkt in een verpleeghuis. En daar zijn natuurlijk ook een boel van de bewoners overleden. Dus ja, die verhalen die hoor je van dichtbij. Zelf gelukkig nog gezond en de mensen in mijn omgeving ook. Dus dat is fijn. Mooi. Fijn. Hey, en ik ben zelf ook 25. Vind je nou dat... jij bent 23, weet ik toevallig. vind je nou dat onze generatie... onevenredig hard... Sommige mensen zeggen dat. Hè, deze generatie jongeren wordt onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, we hadden natuurlijk al best wel een probleem. Onze generatie. Als het gaat om de flexibilisering op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, kunnen heel veel mensen over meepraten. Een leenstelsel dat negatieve effecten heeft, waarmee je werkzame leven eigenlijk met een schuld begint. En hebben we het nog niet over klimaat of een onderwerp als pensioen gehad. Dus dat bestond al. En je ziet nu eigenlijk de scheuren in het systeem, dat die nog duidelijker worden. Bijvoorbeeld die flexibilisering op de arbeidsmarkt. Heel veel jonge mensen die hebben een flexcontract, 0 uren bijvoorbeeld. En zijn de eerste die eruit vliegen. Die verhalen horen wij ook veel. Of je wordt bijvoorbeeld niet ingeroosterd. En ja, dat zijn natuurlijk ook de mensen die weinig spaargeld hebben. Die niet kunnen teren op een netwerk bijvoorbeeld. Dus het ligt eigenlijk in lijn met wat Shaila toen straks zei. Dat het afwentelen op de meest kwetsbare mensen van onze samenleving. En dat zijn natuurlijk ook de mensen die nog weinig opgebouwd hebben. Dus jongeren. Ja. Ja. Lodewijk, wat moeten we doen om te voorkomen dat dit... dat dit een bijna verloren generatie wordt? Nou, ik denk dat... dat noemt Bas niet, maar... Het is best wel bijzonder dat een generatie 2 van dit soort crises meemaakt. Ja, daar kun je normaal gesproken wel een leven over doen. Ja. Maar je komt op de arbeidsmarkt in de ene crisis en een paar jaar later zit je in de volgende. Dat is heel extreem. Het eerste is, Hanny noemde dat al even. Ik hoor van gemeenten dat de bijstandsaanvragen exploderen. En dat er heel veel jongeren bij zitten. Omdat daar, die waren het meest kwetsbaar. Oproepcontracten, flexcontracten, tijdelijk. Geen WW opgebouwd. Dus meteen inkomen naar nul. Mm-hmm. Dus wij hebben voorgesteld om met een regeling te komen voor die groep. Dus mensen die gewoon werkten tot de crisis kwam. Maar het inkomen zagen wegvallen. Dat gaat over oproepkrachten bij KLM. Maar dat gaat ook over heel veel jongeren. Daar is positief op gereageerd. Wat heel mooi was. Dat lukt niet altijd vanuit de oppositie. Maar er is daarna niks meer mee gedaan. En dat is wel, die crisis is nu al 3 maanden bezig. En al die tijd hebben jongeren dus ook, die geen rijke ouders hebben of een ander voorzien, die hebben dus geen geld. Ja. Dus dat is het eerste wat er moet gebeuren. Maar dan heb je dat probleem van die generatie nog niet opgelost. Ja, ik denk dat daarvoor, zonder nou mijn hele programma te willen bespreken,
Daarvoor zijn toch echt wel ook structurele veranderingen nodig. Met meer zekerheid, juist ook voor die generatie. Meer kansen om opleidingen te kunnen doen. Daar kunnen we met elkaar best voor kiezen. Dat zal niet in één keer geregeld zijn. Het wordt echt nog wel een heel gedoe. Natuurlijk is het waar wat Sjijle zei, dat nu niemand zijn pet staat naar verbouwing. Want we moeten redden wat er te redden valt. Maar ik denk toch dat we ook nu zien dat je extra kwetsbaar bent als zo ontzettend veel mensen bij zo'n crisis meteen alles kwijt zijn. Vanuit de ZZP'ers, ja. De flexcontract. Dus dat is voor een economie ook niet heel erg gezond. Dus dat moeten we toch proberen te veranderen. En Bas, als je dan de minister van Onderwijs van Engels overhoort, die zegt, ja, misschien kan je anders even wat meer lenen. Wat denk je dan? Nou, dat zou ik maar niet hardop zeggen. De minister van Engelshoven die zegt dat inderdaad. Ga maar bijlenen. We horen heel veel verhalen van studenten. Er hebben zich een paar duizend bij ons gemeld. En die meldingen die worden ook steeds dringender. We zijn nu een paar maanden bezig. Lodewijk zei dat al. En de verhalen die we nu binnenkrijgen, dat is van, ja shit, wat ga ik nu doen? Want alles is gewoon op. En je moet toch de huur en de boodschappen betalen. Dus wij hoopten heel erg dat die flexwerkregeling, volgens mij met de motie van Gijs van Dijk, die daar toe opriep, dat die snel zou komen. Dat is inmiddels een maand geleden. Ja, en als er een regeling voor ondernemers voor 4000 euro als soort helikoptergeld, ja, dat was binnen een paar dagen geregeld. Maar juist voor de mensen die het nu nodig hebben, duurt dat heel erg lang. Ja. Dus daarom, en dan zit je nog steeds met dat bijlenen van wat de minister zegt. En ja, dat is gewoon natuurlijk vet onvoldoende. Ja, helder Bas, dankjewel. En fijn dat je geen studievertraging oploopt. Ik wens je veel succes en sterkte de komende tijd. Dankjewel. Yes. Dan gaan we, we hebben nu best wel veel gehad over de situatie in Nederland. Maar deze crisis raakt natuurlijk ook aan de manier waarop we met elkaar in de EU omgaan. We zagen het al een paar weken geleden met de eurobonds. En we gaan het daar verder nog even over hebben met Koen Teulings. Ik weet nu hoe je eruit ziet, Koen. Dat is fijn. Ja. En ik weet ook dat je er bent. Ik weet ook hoe jij eruit ziet inmiddels. Ja. welkom, leuk dat je er bent. Hoe belangrijk is solidariteit in Europa ook om deze crisis goed uit te komen? Laten we één stap daarvoor gaan. Hoe belangrijk is Europa sowieso voor Nederland? En ik denk dat wij dat in Nederland de neiging hebben dat te onderschatten. Europa is voor ons een hele belangrijke, ik bedoel, dan word ik gewoon een nuchtere cententeller, een hele belangrijke assetmarkt, waar velen van ons hun banen aan danken, waar wij allemaal onze welvaart aan danken. Dus ik vind dat Nederland op dit moment regelmatig wat kruidenierachtig omgaat met Europa. En dat is dus gewoon in het algemeen, ja, je moet zorgen dat je gewoon als een, ik zou bijna zeggen, loyaal lid van de Europese gemeenschap bijdraagt aan het goed houden van Europa. En dat is op dit moment extra urgent, omdat er iedere keer discussies zijn over hoe je tussen landen solidair moet zijn in geval van crisis. Nou, dat is eigenlijk een discussie die terug gaat tot de financiële crisis. Toen hadden we dat ook al. Ja. Toen lag Nederland ook eigenlijk toch veel dwars. En nu zie je dat weer terugkomen. Je kon dat voelen aankomen de eerste dagen dat de coronacrisis echt, zeg maar begin maart, dat duidelijk werd dat die coronacrisis heel heftig zou worden. Toen wist je dat er kort daarna de Europese discussie opnieuw kwam. Oh, en Nederland stelt zich daar buitengewoon hardvochtig op. En dat vind ik zowel een kwestie van solidariteit, gewoon, het is toch ook wel goed om gewoon na te denken hoe andere mensen ervoor staan. En het is ook een kwestie van eigenbelang. Want wij denken altijd dat wij altijd de partij zijn die onkwetsbaar zijn, maar dat is niet zo. Wij hebben ook belang bij Europa wat solidair is met ons. En dus anders heeft het alsmaar denken dat het ons geld kost en alsmaar als een soort zuinige manier, precies zuinige boekhouden, precies te kijken dat wij er netto geen cent aan mogen verliezen. Dat keert zich op een gegeven moment tegen ons. En je ziet dat nu, laat zeggen, ik vond dat je dat het scherpst zag bij de Portugese premier Costa, die gewoon echt zo'n gal over Nederland spuwde. Als zo'n situatie ontstaat, dan heb je iets verkeerd gedaan.
Maar kijk, dat snap ik. Hè. Dus we lopen een risico. We hebben Europa nodig. Grote afzetmarkt, et cetera. Maar moeten we ons dan geen zorgen maken over die staatsschuld die oploopt? Nou kijk, dat is eigenlijk een discussie die niet alleen over Europa gaat. Die gaat ook over Nederland. Ik werd een paar keer geïnterviewd vlak na die ramingen van het Centraal Planbureau en het IMF. Dat we op een staatsschuld, op een financieringstekort van 12% zouden afkoersen of zoiets dergelijks. En toen zei ik, nou dat is heel vervelend, maar ook niet meer dan heel vervelend. Want na deze crisis, nou dan is de staatsschuld dus, laten we zeggen, 10-20% hoger dan die nu is. Maar dat is eigenlijk vreemd genoeg helemaal niet zo'n probleem. De Nederlandse staatsschuld is op het moment extreem laag. Eigenlijk, dat klinkt nog vreemder, eigenlijk lager dan goed voor ons is. Dus ik denk dat Nederland, het kabinet, de politiek enorm veel goed zouden kunnen doen aan vertrouwen. Door te zeggen, moet je luisteren mensen, die staatsschuld, wij kunnen vanzelfsprekend, je kunt niet ieder jaar 100 miljard zomaar uitgeven aan zo'n crisis. Maar dit is een unieke gebeurtenis. Dat ene jaar, die 100 miljard, dat kunnen wij echt aan. En dat kan vervolgens, ja dat moet ik een keer ergens, dat komt ergens, dat verdwijnt niet die 100 miljard. Maar dat kunnen we over een hele lange periode uitsmeren. Sterker nog, je kunt het eigenlijk, je hoeft misschien wel nooit terug te betalen. Je kunt het alsmaar vooruitschuiven. En dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Dat klinkt heel vreemd, maar economisch is dit een verstandig verhaal. Lodewijk. Dus ik denk staatsschuld. Oh. Ja, staatsschuld. We kunnen daar heel veel. Sorry, ga je gang. Nee, ik dacht dat jij klaar was. Maak voor rustig je zin af. Ja, zeker. Oké, okay. Nee, want ik wil even vragen aan Lodewijk. Of Lodewijk ook denkt dat we dat aan kunnen, die 100 miljard. Ja. Ik denk beide punten. Wat over dus Europa. Ik ben heel erg bezorgd. In Engeland hebben ze 20 jaar lang de tabloids laten schrijven dat al het slechte uit Europa kwam. En dat de Engelsen verschrikkelijk veel geld kostte. En alle regels die dwars zaten kwamen uit Europa. En uiteindelijk stemmen mensen dan voor Brexit. Dus ik denk dat we er ook zelf belang bij hebben om eerlijk en realistisch over Europa te praten. Dus ik hou niet van dat beeld van wat dan geschetst wordt dat wij betalen voor de pensioenen van Italië. Laten we alsjeblieft naar de feiten kijken. En volgens mij is het vrijwel altijd in je belang als je met elkaar een gemeenschap hebt, iets deelt, een markt deelt en een continent deelt, om elkaar te helpen in crisistijd. Dus dat vind ik echt, en het is natuurlijk bij kiezers onpopulair, omdat het zo gezien wordt als, ook wel met een beetje arrogantie, wij betalen weer. Ik denk dat als je het verstandig vormgeeft, natuurlijk moet je dat verstandig doen, dat was destijds bij de Marshallhulp ook, dat het juist zeker ook in het eigen belang is, maar ook in het wederzijdse belang. En ik denk dat we daar ook voor moeten durven staan. Want ik denk dat je ook lange termijn, Costa ken ik, die Portugese premier, een onwijs aardige, vriendelijke opa, maar die ging echt uit zijn dak over Nederland. Dat zegt iets over de schade die je aan de Nederlandse reputatie hebt aangericht. Dat is gigantisch. En op het andere punt wat Koen maakt over de schulden. Nou, ik hoop heel erg dat wat jij erover zegt, Koen, dat toch ook iets meer de mainstream wordt bij de instituties. De Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau. Want straks, na maart, na de verkiezingen, dan gaan we weer met elkaar puzzelen. En dan bepaalt heel erg hoe er naar zo'n vraagstuk gekeken wordt door de macro-economen, wat er kan en wat er niet kan. En ik moet er niet aan denken dat we in een soort doodlopende weg zitten, waarbij die schuld opeens weer ons grootste probleem is. Terwijl ik denk dat werkloosheid ons grootste probleem is. Dat de groei weer op gang krijgen ons grootste probleem is. En dat je zo snel mogelijk de economie weer op gang wil laten krijgen. Dus ik ben het hartstikke met je eens, maar ik zou zeggen, zeg het voort. En zorg dat die veranderende manier van denken over de schuld, het is natuurlijk een Nederlandse traditie, het is bijna zoiets als Zwarte Piet, als je zegt, we hoeven die schuld niet meteen af te lossen, dan moet je altijd super voorzichtig zijn, maar het zou denk ik wel gezond zijn. Oké, okay. Bedankt Lodewijk. Koen, jij ook veel dank. We komen aan het einde. Dat betekent dat ik allereerst onze gasten ga bedanken. Sheila, Jori, Aafke, Bas, Koen, Han, allemaal heel erg bedankt. Super fijn dat jullie er waren. Maar Lodewijk, wat heb je nou nu uit dit huiskamergesprek gehaald? Een soort reflectie op jouw essay. Nou, ik vond het superleuk. Het is ontzettend goed. Ik,
ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik word heel moe van dat videobellen de hele tijd. Maar ik heb nu eigenlijk voor een van de weinige keren het gevoel van, oh, is het nu al, is het uur al voorbij? Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen. Heel erg leuk. Ik zit er ook wel heel erg bovenop, hè? Sorry. Nee, ja, dat iemand moet dat doen. En ik hoop dat, dat het lukt om dit gesprek ook buiten de digitale huiskamer te gaan voeren de komende tijd. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar het is wel belangrijk dat we ons erover uiten. Dat we niet alleen maar met z'n allen naar de RIVM-cijfers kijken, want dit gaat ons nog jaren bezighouden. Maar ik vond het heel erg leuk. Dank jullie wel. Veel van jullie geleerd. Super. Fijn dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat het publiek het ook leuk vond. We gaan dit vaker doen. Namelijk over een week weer, 19 mei. Dinsdagavond om 8:30 gaan we het hebben over cultuur. Dus wees erbij, want dan, we hebben vanavond natuurlijk al 2 culturele intermezzo's gehad. En dat was leuk. Maar we moeten het ook hebben over hoe het met de cultuursector gaat nu na de coronacrisis, als het weer voorbij is. Bedankt dat jullie keken. En ik wens jullie een hele fijne avond toe. Dag. Dankjewel. Tot ziens.